De aanleg van de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam begint volgend jaar, is naar verwachting in 2015 klaar en gaat 300 miljoen euro kosten. Bouwbedrijven Boskalis, Heijmans en Volker Wessels gaan de snelweg aanleggen. Dat heeft Rijkswaterstaat laten weten. De verlengde A4 is zo'n 7 kilometer lang. Over de aanleg is tientallen jaren lang gesteggeld en nog steeds zijn milieuorganisaties tegen. Rotterdam krijgt meer geld uit Europa om de toestroom van Polen en andere Oost-Europeanen beter op te vangen. Het geld is bedoeld voor huisvesting, scholing en werkgelegenheid. Vaak vallen Polen, Roemenen en Bulgaren in handen van malafide uitzendbureaus en huisjesmelkers. Volgens verantwoordelijk wethouder Karakus moet ook meer aan voorlichting worden gedaan. De migranten hebben nu vaak een te rooskleurig beeld van hun toekomst in Nederland. De gemeente Rotterdam wil 4 monumentale windmolens van de hand doen. De gemeente ziet het niet als haar taak om de molens te beheren. Bovendien bespaart de gemeente daarmee jaarlijks 150.000 euro op onderhoud. Onder welke voorwaarden de verkoop gaat plaatsvinden, wordt nog onderzocht. Vandaag veel bewolking met vooral in de ochtend af en toe regen en motregen. 'S Middags kans op wat zon. Er staat een krachtige wind uit het westen tot zuidwesten en het wordt maximaal 13 graden.